En de raad van vakcentrales in Suriname, Rafaxur, is ontevreden over de wijze waarop zij door de regering wordt bejegend. Ze stoort zich onder meer aan dat het eerste exemplaar van het herstel- en crisisplan aan de Vereniging van Economisten is overhandigd, terwijl dit allang aan de raad was beloofd. Dit zei Errol Snijders van de lidorganisatie De Moederbond. Ik heb er geen moeite mee. En dan mag het een club van economen zijn. Maar wat weegt zwaarder? Wij vertegenwoordigen de belangrijkste factor in elke industriële ontwikkeling. En dat is de factor arbeid. En wij hebben, we zitten sinds vorig jaar oktober de 25e te wachten op documenten die we eventueel zouden kunnen bestuderen of laten bestuderen om zo onze bijdrage te leveren. We zitten nog steeds te wachten. We zouden vrijdag zouden wij documentatie toegestuurd krijgen. Vandaag zitten we al op woensdag. Op de persconferentie is duidelijk gemaakt dat het IMF niet geaccepteerd zal worden. CLO-voorzitter Ronald Hooghart vindt dat zijn organisatie door de regering aan het lijntje is gehouden met betrekking tot de loonronde. Hij dreigt met de gang naar de rechter. Wij gaan IMF niet accepteren. En waarom zeggen we dat zo? Omdat in geen enkel land, om te weerspreken wat de minister aan de pers zegt, in geen enkel land waar het IMF is geaccepteerd, heeft er herstel plaatsgevonden. Ik kan de regering voor het gerecht slepen. Want ze hebben me aan het lijntje gehouden op dat stuk. Daarmee takken aan IMF, dat wordt jouw loon rond de 20%. Ik begin het nu te zeggen, we gaan naar de groene tafel. De mensen moeten een TWK krijgen op het salaris, plus die 25% richting gelijkheidsstelling. Dan kunnen we kijken wat we verder dealen. Aldus CLO-voorzitter Ronald Hooghart vanmorgen op de persconferentie van Rafaxur. Leden van de raad zijn ontevreden over de wijze waarop de regering de vakcentrale bejegent. Rafaxur dringt nu vooral aan op het krijgen van het herstel- en crisisplan, zodat deze bestudeerd kan worden.